woord mag ons hier die les die Here gebruik tot ons stichting en tot die kerkstichting mag ons daaruit leer wat die ons gesê. Amen. Die titel van hierdie weekse lesstudie was die vergadering in Jerusalem. Nou as ek die woord vergadering hoor, dan denk ek onmiddellik aan notules en agendas. En dan die wat ek en by was, is het baie min wat een mens ervaar dat in een vergadering allemaal saamstem oor die punt of punte wat bespreek is. Het is 49 jaar na Christus en is 14 jaar nadat Paulus teruggekom het. De eerste sendingreis is voorbij en nou is hy terug in Antiochië. En meer dan 2 jaar van tevoren het die kerk Paulus en Barnabas gestuur om te gaan sendingwerk doen. Nou is hulle terug om verslag te gee. Ons lees daarvan in Handelinge 14. Ons gaan blaad naar die Bijbel, asseblief, Handelinge 14 vers 26 tot 28. Nee, daar die twee verse staan die volgende. En daar vandaan het hulle weggevaar naar Antiochië, waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle volbring het. En dan vers 27. En toe hulle daar kom en die gemeente saam geroep het, het hulle verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het, en dat hy een deur van geloof vir die heidene geopen het. En die laaste vers, jy kan ook maar lees, en hulle het daar by die disciples in geruime tyd deurgebring. Nou ek is half seker daarvan in Paulus, ek voel ek aangaan, excuse, en sê van een breek, hier is microfone, as jy wil deelneem, en dit is nie een aanbieding, dit is een lesbespreking, so steek jy hand op, ek gaan bykie wacht, vir u om te kan die microfoon kry, dat ons kan saamgezels, asseblief. Kies daarvoor, dankie. Op Paulus' agenda, denk ek, was daar net een agendapunt. So ek myself voorstel. Daar sou gestaan het die sukses van sy sendingreis. En dan het hy langs so'n hakkies genoem die teenstand van 'n paar van die jode. En het alles deur die mag en die krag van God. Nou, verlede week het ons gekyk na die les, het werne behandel. Ek wil graag net gou daar weer 2-3 verse uithaal voor ons aangaan. Ons is in Handelinge, so ons gaan na Handelinge 13. En ek wil daar vir u lees 42 tot 44 en dan 45 en dan ook Handelinge 14 vers 1 en dan vers 2. Want Paulus kom terug en hy gee verslag en hy sê wat een sukses dit was. Dankzij Godse groot genade. Maar dan laat sy iets hierby. Ons lees daar Handelinge 13 eerstens, vers 42, staan die volgende. En toe die jode in die sinagoge gegaan, het die heidene versoek dat daar die woorde op die volgende sabbat tot hulle gespreek sou word. En toe die sinagoge uit was, het baie van die jode en die godsdienstige jode genote Paulus en Barnabas gevolg, en die het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om die genade van God te bly. In die volgende sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Maar dan vers 45 las hy by. Maar toe die jode die skare sien, is hulle met nydigheid vervul en het met lastelike woorde gespreek of weerspreek wat deur Paulus gesê is. Daar is die goed dan die teenstand. En dan in 14 vers 1 sê die volgende, en op dieselfde wyse het hulle in Iconium in die sinagoge van die jode ingegaan en so gespreek, dat een groot menigte jode sowel as Grieke gelowig geword het. En dan vers 2, maar die ongehoorsame jode het die gemoedere van die heidene teen die broeders opgehits en verbitter. En nou lees ons Handelinge 15 vers 1 en dis waar ons hierdie gedeelte begin, hierdie weekse lesstudie. Paulus en Barnabas is nou terug in Antiochië, hulle praat met die kerk en nou word hulle meegedeel die kerk dat daar toe hulle weg was, manne
uit Judea, Judeërs, gekom het en hulle verkeerdelik geleer het. Nou is die vraag, wat het hierdie mense geleer, verkondig wat verkeerd was? Wat een verkeerde leer het hierdie mense gekom en gesê, maar wat Paulus en Barnabas sê, is nie heeltemal reg nie, jy moet ook die volgende doen. Dit was van die Judiseërs wat probeer het om mense bekend te maak of oortuig dat hulle eers Jode moet word, die Joodse tradities en gedoogers is die besnijdenis. Daar die manne kom en hulle sê, voordat jy gelovig kan word en gered kan word, en deel van die kerk kan word, moet jy besny wees, excuse wat ek nou by jou, besny word, en jy moet die wet van Moses onderhou. Roy, excuse. Ek wil ook net die geïmpliseerde bijvoeg, hulle het waarschijnlijk ook gesê, God verstaan nie moderne tale nie, hy kan net in sy eie ou naam herken word. Baie dankie daarvoor. Met andere woorden, hierdie mense gaan en hulle verkondig en leer wat ons weet verkeerd is. Maar nou wil ek die vraag vir jy vraag, as mens lees in vers 2, kom ons lees gauw aan 15 vers 2. Hier is die kerk, hulle gee terugvoer, die kerk vertel nou vir Paulus en Barnabas wat die manne leer, en dan sê hulle in vers 2, interessant, toe daar geen klein strijd en woordewisseling van die kant van Paulus en Barnabas teen hulle ontstaan het nie, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog een paar mense moes saamgaan of opgaan na Jerusalem in verband met die vraagstuk. So hulle toets eers, lyk het my, ek weet nie of hulle daar nie seker was, of hulle getwyfel het, hulle was daar onseker of gewag vir leiding, maar Hierdie afgevaardigdes het waarschijnlijk groot sympathie in Jerusalem gehad. Ek, van die gesprek wat daarna gevolg het, kan jy achterkom dat die ouwens in Jerusalem was in wese nog ondersteuners van hierdie gedachte, van die besnijdenis en van die wette en al die ander. Nou, op daar die antwoord, dankie Johan, excuus. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Ek kom nou net vars uit die Filipine, waar ook die SDA is, wat nou vandag is een groot kerk op die universiteit campus, en waar die kerk nou PIC sy naam is, Filipine International Church. Nou daar het ons omtrent so iets dieselfde, dat die ou gedachte, as jy nie een SDA'er is, dan kan jy nou nie by die speciale volk wees nie. So daar is ons geconfronteerd van internationale studenten, wat ook gered is en van hulle wedergeboren en in talen praat. So, te midden van dit alles speel dit zich vandaag ook af, dat die wat in een denominatie is, nou een beetje weier moet gaan kijken, want na Pinkster is die Heilige Geest uitgestort op alle mensen, op alle zielen, om tot bekering. Baie dankie daarvoor. Ons gaan met daai punt kom, dankie daarvoor. Ons gaan sien die gedachte gaan kom na wat nou genoem is. Maar kom ek vraag die volgende vraag. Was hierdie broers, hierdie Judeërs, was die gedachte wat hulle geleer het, was dit verkeerd? Ja, dit was precies verkeerd. Maar nie volgens die Joodse traditie. Dis die volgende vraag. Die volgende vraag wat ons kan vraag, voor ons bykie haard raak op hulle, hulle was verkeerd, ons herken dit, is die vraag, het hulle rede gehad om te glo dat die siening wat hulle het, bybels was? Paulus sou dit waarschijnlijk voor Damascus erg ondersteun. Hierdie persoon, hoewel verkeerd, het rechtig geglo dat die verkondiging dat jy nog besny moes word en die wet onderhou van Moses was bybels. En dit lees ons in Genesis en in Exodus. Ons weet later, as jy verder gaan en jy lees Jeremia en jy lees Deuteronomium, dan kan ons sien dat die besnijdenis is nou van die hart, geestelik.
Maar hierdie mense was regtig opreg en geglo dat hierdie siening van hulle is korrek. Ek wil lees wat sê Ellen White. Excuus, kan ek gou daar. Ja, dis die kopskuif wat gebeur as jy wedergebore raak. En jy ontwikkel 'n mind of Christ is heeltemal contrary en met die natuurlike en die vorige en wat het ook al was van my ouers en my voorouers en vandag se hedendaagse wêreldse mindset. En so, dit is die verskil. Jy kan ook nie gesels nie, want dit skielik kom jy tot die besef as jy saam gesels. Daar is 'n boek tussen die lig en die duister. En dan kan jy maar ophou, want jy kan nie verder nie. Want dis, dan word daar geskuil onder kultuur en taal en ek weet nie wat nie, maar eintlik is dit net, daar is 'n sluier oor. Eindelijk is dit die boodskap wat ons in die les leer. Ons moet nie vergeet nie, dat ons doen die lesstudies, ja, het gaan oor Israel en die Jode van toe. Maar hierdie lesstudies is vir ons, want ons, en ons gaan daarby kom, dankie vir die opmerkings, ons doen precies dieselfde. En in die lesstudies onderaan is daar vraag, as ons ook klaar kry, en ek is daar is genoeg tyd, maar ek graag nie die vraag nie beantwoord, nie die vraag lees, dat ons self vir ons self denk en sê, die vraag word gevra, is ek of ons as kerk nie dalk skuldig en dieselfde goed nie, want ons wat ons lees, is Bybels, maar ons bring goed daarby, wat ons dalk mense weg van die kerk af. Ek lees wat Ellen White skryf, in 'n gedeelte, die boekie se naam is Sketches from the Life of Paul, bladsy 122 sê sy die volgende, onder ons is besig met die vraag gewees, hulle was verkeerd, beslis, maar waarom was hulle verkeerd, want hulle het regtig geglo, dat dit wat hulle doen, is Bybels. Nou sê sy, Engels, factions also were beginning to rise through influence of Judaizing teachers, who urged that the converts to Christianity should observe the ceremonial law in the matter of circumcision. They still maintained that the original Israel were the exalted and privileged children of Abraham and were entitled to all the promises made to him. En dan sê sy, in bold gedruk, they sincerely thought, opreg geglo, that in taking this medium ground between Jew and Christian, they would succeed in removing the odium, the heart, which attached itself to Christianity, and would gather in large numbers of the Jews. So verby van hulle was die kerk was die oorblyfsel van Judaïsme. Nou die vraag is, ons is pas daar so 'n paar insigte gekry. Is dit moontlik dat ons vandag dieselfde foute maak? Dat ons die gevaar loop om mense in die kerk te betrek dat ons kompromie aangaan? Of dat ons so opreg glo dat ons in die regte kerk is, dat ons sekere goed nalat om te doen, of ons bagasie saambring en soort van mense in tiendel wegstoot in plaas van nader trek, Roy. Jesus Christus is verwerp deur 'n hele volk, omdat Jesus wat gekom het en sy eie wet en sy eie informatie kom meedeel het, was onaanvaarbaar in die konteks hoe Judaïsme dit verstaan. Dieselfde gevaar mag by ons lê as Jesus Christus dalk vandag hier sou preek. Ons om dalk ook met die voordeur sou wil uitjaag, omdat dit wat hy sê nie op ons ore reg sou val nie. Baie dankie. David, miskien net 'n byvoeging wat jy net genoem het, vir my nog altyd was dat ons baie maklik en is goed was om die geskiedenis te gaan kyk van die kerk se ontwikkeling. Ons as wat gemaklik in die Adventiste kerk sit, kyk hier baie selfskuldig hier, en jy het dit aangeraak. Net 'n voorbeeld. Sal ons mense vandag, en nou nie verkeerd verstaan nie, ons wil mense aan die Sabbat voorstel. Dis belangrik, ons weer is reg. Moet ons Jesus eerste voorstel as God van die Sabbat?
en dan die Sabbatgebod bring en wat daarmee saamgaan. So ons moet voorzichtig wees als nieuwe kerk, om nie in dieselfde slaggat te trap nie, ook so met die doop. Hoe doop ons mense? Doop ons mense tot lidmaatskap van die Sewende Adventiste Kerk? Of doop ons mense om een verhouding met Jesus en die Heilige Geest in een nieuwe levenspad aan te pas? En dan wordt ons lidmaatskap van sy kerk. Ons moet voorzichtig wees daarvoor. Baie dankie. Ek wil hierdie gedeelte die laaste gelees op later, maar gaan nou lees, want het sluit baie aan by Jacques in wat pas gesê het. Ek lees weer een gedeelte uit Ellen White's se boekie Sketches from the Life of Paul. En ek wil daarby aansluit, sy sê, hierdie het my getref, Paul saw that the character of Christ must be understood before men could love him. Ons moet verstaan wie hy is, regtig is, voor jy kan sê jy het hom lief. And view the cross with the eye of faith. Ye must begin that study which shall be the science and the song of the redeemed through all eternity. In the light of the cross alone can the true value of the human soul be estimated. Ons moet regtig, ek sê vir net vir oggend weer, die verder mense die lesstudie moet aanbied, of dwing jou om te gaan nalees en regtig te gaan en bietjie meer moet jy doen met die les. En dan leer jy soveel meer. Want ons, is vir ons een les. En ek is so dankbaar, dankie vir die deelname, vir die terugvoer en vir die gesels, want ons besef, soos die volk van ouds, Israel, die volk van God, ja, daar was een verbond gesluit met Abraham, om te sê, jy moet besny word, maar daar was een rede daarvoor. Want nou Abraham, die verbond oorspronkelijk was geweest uit jou saad Abraham, sal die nageslag sal word soos die sand van die see. En raak toe een bietjie oud en een bietjie lang, en toe besluit Abraham op sy eie, maar hy moet die Here help. En hy neem toe een ander vrou as Sarah. En baie keer vraag, ek het ook die vraag van myself gevra, hoekom besnijdenis? Hoekom daar die aksie? Is dit nie makkelijk om 'n vlag te gehuis het of iets te gedoen? Dit was om te herinner aan die foutie. Ja, ja. Om te herinner dat in die vlees om self te doen, werk nie. Ons moet wag op God, hy beskik. Maar die punt is, ek is nou by u tannie, die punt is, ons is vandag geestelike Israel. En daar die boodskap wat die volk Israel is uitgedraad, destijds as Godse verkoose volk, wat die mense gegloed nog steeds is, hulle is nog steeds die verkoose volk, was een goddelike instelling, is ons vandag. Ons het die boodskap. Die drie engele boodskap is ons in. Nou, gaan ons die twee vergelijk, ek is nou by u. Ons kyk na Israel, en ons kyk na die mense, en ons baie keer, soort van, kyk na hulle kritisch. Maar hier is ons, geestelike Israel, nie besny in die vlees nie, maar besny in die hart, met die selfde boodskap, verkondig my boodskap aan die wêreld, gaan uit, en dra my boodskap uit, en maak ons met dieselfde foute as hulle nie. Skies dan. U weet, jy kan deur die water gaan en ander kant uitkom en dieselfde mens wees. Ek het het gesien, 'n kerk vol geliefdes. 'N mens moet sy hart ondersoek. Jou gees, is hy waarlik gewedebaar? Kan jy die dagelikse dinge geestelik beoordeel? As dit nie kan nie, dan moet jy nog gewedebaar word. Want ons behoort te streven na die balans van geestelik en natuurlik. Sodat jy nie te hoog vlieg en weer val, maar dat jy een stabiliteit kan handhaaf van om in die lichaam te woon, maar geestelik te kan denk, ook terwyl jy praat, die tekens en die dinge te kan sien, wat voor jou dan
die geheimenisse is van die geestelijke wereld, zonder om daar nou van weg te koersen, want daar is niks om voor bang te wezen. God wil juist, hè, ons moet die autoriteit opvatten, zodat ons in een hogere dimensie op die aarde kan leven. Ja, ik denk de gedachte is, ons moet geestelijk groeien. Elke dag vraag, verleiding en hoop. En die staat maken op ons cultuur, en op ons taal, en op ons veldkleur, op wat die geval mag wees, om te denken dat ons daar gereed is. Nie. Daar was ergens Nico. Net een kort, die typologie van die besnijdenis, is een symbool van voortplanting. Hoe kan jij voortgeplant worden in Jezus Christus? Daar die vergelijking kan getref word. Dank je, Nico. Goeie een. Ja, Johan. Die patriarch en profete sê Ellen White dat as die patriarch die wet wat aan Adam gegee was, gehou was en die Noag was die besnijdenis nie nodig. Ja. Nou, ons het ook nou tot een groot mate, soos jy sê, ons het daarom nou al geleer en ons het dit nou al aangepas dat die besnijdenis is waar het hoort te wees is in die hand. Maar als andere dingen wat ons nog niet aangeleerd is, nie. Bijvoorbeeld, ik denk meeste van ons, baie van ons, die geboeien staan nog op klippen, en niet in ons hart. Nie. Ik denk aan genoeg benadruk, dat is ons hier leesstudies doen, dat ons rechtig niet, ik praat van mezelf, niemand kijkt daarna als ik doe een studie van 100. 300.000 jaar terug, nie, maar hierdie is van toepassing op ons, op my lewe. Daar is een les in vir my, vir ons kerk. So die vraag is, ons weet die antwoord nie. Rhetorische vraag is, wat glo u en ek is nodig om verlos te word? Hoe weet die antwoord nie? Ek kan vir jezelf dit uitmaak. Wat glo u en ek is nodig om verlos te word? En dan die vraag is, wat betekent dit dan om ons harte te besnij. Wat moet ons doen? Als ik zeg doen, is dat is niet werken. Nie. Het gaat niet over God vraag niet van mij, je moet A, B, C, D, E doen. Nie. Maar als je rechtige verhouding met de Heer aankoopt en aankweekt, en je groeit je verhouding, en je hebt je knieën, en je leest en je vraagt, dan komt daar natuurlijk goed naar voren wat je doet. Ik denk Paulus was hoogst gefrustreerd met zijn eigen mensen voor hulle traagheid om hierdie veranderings in hulle koppe aan te brengen. Je weet uiteindelijk die judiciërs wat zo aangedrongen, het sy dood veroorzaak. Ja. Ja. Hulle was skuldig. Maar het moest voor hom bitter moeilijk. Ja. En daar is ook baie om te gesels ons. Tijd loop ek uit. Ek wil graag net aanskuiven. Ek denk die basis van die les het ons aangeraak nou. Maar net vinnig, om die les te gaan vinnig. So hulle was nou in Antiochië. Hier is nou hierdie probleem. Hulle word gestuur naar Jeruzalem. En hulle kom daar. En nou word hierdie ding bespreek. Lucas meld eindelijk baie min vir die vergadering, maar hy noem, of hy nituleer dan, die vergadering, Petrus en Jacobus se boodskap. En dit kan ons sien in dinsdagse gedeelte, en Petrus, ek gaan nie, en ek die vraag vraag nie, want tyd gaan ons vang, Petrus kom terug na wat hy gedoen het destijds met Cornelius, want hy sê vir hulle, luister, die Heilige Gees is op allemaal van toepassing en uitgestoord op heiden en jood. En Jacobus kom en hy sê, ons is een volk. God maak die onderscheid tussen heiden en jood nie. Die plan van verlossing is vir allemaal van ons. En nou gesels die gedagte, ek gaan op die kansen gee. En nou gesels hulle, en dan kom die vergadering en hulle sê, ons is eenparig besluit ons, en hulle noem vier dinge. Vier dinge, wat hy moet teruggaan na Antiochië om hierdie probleem op te los. Wat is daai vier dinge wat hulle noem? Maar dit was ook maar een kompromis. Het was. Want hierdie vier dinge wat hulle gesê het, het eintlik niks te maken gehad met, maar kom ek dit nie sê nie. Kom ek vraag eers,
die vier goed wat hulle voorstel, dan moet hy my help as ek verkeerd is. Hulle praat van, want het is duidelijk, hulle praat van, hierdie mense moet onthou van af Gods offers. Hulle sê, hulle mag nie bloed eet nie, met ander woorde, nie dieren, maar kom ek sê so, gaan die vraag vraag. Hulle mag nie bloed eet nie, hulle mag nie dieren eet wat verwurg is nie, met ander woorde wat nie uitgebloei het nie, en hulle onthou van enige vorm van hoererij. Nou, as ek reg is, ek vraag die vraag vir julle, dit is 'n bespreking, hierdie vier goed sien ek as in ek die vier goed wat die Jode die meeste, anders sê ek wat is die woord gewaag het, geaffronteer het, die vier goed. Al vier te maken met vals aanbidding, met afgodendienst. Die gedachte met die bloed, zou ik zeggen dat in die bloed van een mens en een dier is die leven. Die bloed draagt ook die ziektes. So hierdie boodschap was ja afgodendienst, want daar sekere dingen gedoen rondom die slag en die gebruik van bloed. Maar ook om te sê, luister, vir gezondheidsredes moet dit nie gedoen word. En in die brief wat hulle nou terugstuur, word nergens genoem dat jy besny moes word nie. Fisies besny moes word nie. Maar in ander woorde, hierdie besluit in Jerusalem deur die apostels en die ouderlinge, ek is baie mooi, kyk na ons kerk, ons kyk na die wereld, hoe hardkoppig ons is, hoe ek beklein en stryd in God, dan is hierdie ding wat gebeur het, volgens my, niks minder as een wonderwerk van God. Ja. Want die mens, onszelf die daar sit, en dit uitwerk nie, en besluit nie. Nou die vraag is, en dit is die vraag, want ons praat oor ons kerk, ons praat oor die kerk van Jerusalem, en Antiochië, en die vraag is, het die kerk reg opgetree met daar die antwoord, met daar die manier van doen. Interessant is, die mense na vergadering kyk hoe baie keer daar gestrein beklei word, die goedkies en ek dink as ons vandag die vergadering gehad het, het ons miskien ander goed nou beklem toe. Maar in hulle tyd was dit radikale skuif. Ek dink die kerk het in daardie tyd 100% reg opgetree. Roy? Kan ek gaan nie gehoor, Roy, stop, excuse. Ek gaan nou vir weer kans gee. Jan, nie graag, want die mense kan nie hoor as ons, excuse. Ek gaan nou vir terug en ek gaan vir weer kans gee, dan ek is jammer. Excuse, Roy. Ons het slechts spierkrag as moderne Christen om mense terug te bring tot die gedachte dat die 7e dag Sabbat nog realiteit is. As hierdie kerk so 'n massiewe vergadering moes reël om een historiese facet van 'n seremoniële wet te gaan debatteer, om tot 'n konsensus te kom, is die Bybel totaal stil rondom 'n weggee, afgee van die gedachte dat die Here, die skepper van hemel en aarde, nie steeds op sy eie Sabbat herdenk wil word. Ek is so bly vir die insette, daar is so baie punte wat aangeraak word, wat ek nie gaan uitkom nie, so dankie daarvoor, Roy. Excuse, ek gaan doen maar gesels. U weet wat my daar so laat uitstaan en sien het, is dat die systeem wat opgebouw is oor honderde jare, soos die jode in die tyd, en die strukture wat daar is, wat soveel veiligheid geskep het, dat as jy bang is vir die wereld, om daarin te jou bezigheid te bedryf, dan gaan studeer jy theologie, en tot jou oud dag, jou pensioen, is jy veilig. En dit is daar die veiligheid, wat hulle met andere dinge een topping te maak, op andere denominaties te kritiseer, om hulle eie nie aan te hoef raak nie, en te beskerm.
dat het op de ouwend jouw salaris was. Kan en dat is een belangrijke zaak. Want als jij waarlijk gewijde waar is en jij is overtuigd ervan dat de Heer dit gezegd en gewijs heeft, nou ja, dan moet je maar lopen. En dan zou je die pad vatten. U ziet, jij hebt moed daarvoor nodig. En die krijg je niet uit jezelf niet. Want als je geweten waar is, dan raak jij zomaar. Wat is dit? Moedig. Jij krijgt een kracht van binnenuit wat schielijk in jou opstaan. Dat je zegt, dat zit. Maar zo is in Paulus' tijd. Hij het net aan bewegen, want hij was zeker. Heren doen die job. Ik denk dat is die punt. Ik denk die punt is dat ons in onszelf niks kan doen. En niet uit onszelf moet besluiten, maar dat het komt uit de kracht van God en de Heilige Geest lei. En ons kan die Bijbel kennen. Voor ik aangaan, ons amper klaar. Ons kan die Bijbel kennen, maar het feit dat je die Bijbel kent, betekent niet dat je die auteur van daar die schrijver kent. En dit is anders. Ons kan die Bijbel kennen van voor naar achter en nog steeds leef als ik ons voor onszelf leef. Op dat punt daar, wat ik niet genoemd heb, nie is, ik denk een van die dingen wat die Joden gedoen het, of wat hulle soort van gedrijf het om so vast te houden aan daar die gedachte van besnijdenis, was dat trots. Hulle was trots om die uitvoerende volk te wees, hulle was trots om een Jood te wees. En in plaats van te vragen van nederige harte, die Heere hulle lei, het hulle vastgestaan by haar die beginsel. Om tot te komen naar die laatste gedachte wat ons wil opper, ja die kerk volgens mij en volgens ons hier leer, het 100% recht opgetreden. Daar was een proces waar hulle toegelaat het vir debat en vir bespreking. En toe deur menselijke besluit en Heilige Geestse leiding is daar besluit geneem wat neergeskryf is. Sekere goed is recht gedoen, die proces was recht. En dis toe teruggestuur met mense om te sê, gaan lees hierdie, gaan gee hierdie vir die kerk aan die oog gee, om nie ding in die kiem te smoor. Maar dan weet ons sien het vandag, ons het dit gehoor vanoggend, die vraag was hierdie boodskap wat gegaan het, die laatste hoor van jullie gedachte? Was het toen die kiem gesmoor, heeltemal? Paulus, nee, die besnijdenis het nog voortgeduur, die debat, en later dan kom ons dit weer teen, maar Paulus self, het waarschijnlijk gevoel, ek denk in sy eie hart, hy het nie ver genoeg gegaan nie. Hy het nie genoeg toegewings gemaakt nie, want kijk nou bijvoorbeeld sy opinie omtrent offervleis, wat hy later aan ook oorgeskryf het, teenoor hierdie meer conservatieve ouens in Jerusalem. Maar wat ook al die geval is, dit was een monumentale oomblik geweest. Dit was een waterskeiding, ja. Ek wil graag vir die vraag lees, ons gaan nie die vraag beantwoord, ek wil die vraag lees en ons houer dink, en daar huis toe gaan vanmiddag in die week en regtig self onderzoek doen. Die vraag by Dinsdag onderaan was gewees, nie die vraag. Wat is die gevaar om te dink dat verlossing plaasvind deur een lid van die regte kerk te wees? Het is gevaarlijk om te dink dat ek, as ek in die regte kerk is en ek hou sekere dinge of ek doen sekere goed dat ek gereed is, dan is daar een vraag, ons amper klaar. By woensdag, daar word gesê, wees nie jouself eerlijk onderaan, staan daar, hoe moeilijk is het vir jou om gemeenskap met gelowiges van ander rasse, kulture en selfs sosiale klasse te geniet? Hoe kan jy van hierdie anti-evangelisasie of evangeliese gesindheid gereinig word? Dan is daar een vraag onderaan die bladsy 70 by Vrydag, en dan is ons klaar. Hoe verstaan ons die feit dat door die regte kerk te behoort, dit nie een waarborg is, dat jy gered is nie? As lidmaatskap is in die kerk, of die regte kerk, nie redding waarborg nie, wat is dan die voordeel om deel te wees van so'n kerk, van hierdie kerk van ons?
Ik denk, lieve gemeente, ons moet rechtig, en ik praat voor mijzelf, ons loopt die gevaar, ik loop die gevaar dat er mens in de kerk is, wat die weer die rechte kerk is, dat is Godse kerk, dat ons dit doen wat ons doen, omdat ons weet, God het van ons verwacht, maar dat ons zo lauw geraak, dat ons net hier zit, in ons doen, in ons kleef aan dingen vast, zonder omrechtig die woord, die opdracht van God aan ons uit te dragen. En daar die opdracht is, gaan en verkondig my boodskap aan die wereld. Johan, en dan Bertie. As die wet nie in jou hart is nie, help het nie dat het op kliptafels is. Ja, baie dankie. Dit betekent deel wees, deel woord van jou, Bertie. Ek wil net sê, ek wil nie terug gaan nie, maar ek dink is toch belangrijk. Die les praat daarvan dat Abraham was gered deur genade en nie deur die feit dat hy besny was. Maar in daai tyd was het lewensbelangrik ook vir die Jode om besny te word. Daar is een gedeelte wat sê dat die Here wou Moses doodmaak omdat hy nie sy kinders besny. En alhoewel ek jy word nie gered, vandag word as ook nie gered, deur een ander manier as net deur genade. Maar ons moet ook oppas dat ons nie dinge wat ons moet doen, nie om gered te word, maar omdat ons gered is, nalaat. Ja. En die belangrikste ding is, ons het al daar aangeraak ook, is dat ons moet baseer dit wat ons glo op die woord. Nie op wat die Heilige Gees net aan my bekend maak. Want daar kan ook een probleem by wees, as het nie ooreenstem met wat die woord sê. As het die verkeerde geest is. Yes. Ja. Voor ek vir die kans gee, nie, die punt by die goede aangeraak, ja, daar die gedachte, dat Abraham was gered, voor hy besny is. Hy is besny op 99. En dit lees ons in Romeine 4 vers 9 tot 13, waar daar staan, hy is nie gered, omdat hy besny is nie. Dit was God wat hom gesê het, om jy nie behoor nie met een oor. En dan die laaste gedachte, Tanny. U weet, ek het het nou self meegemaak, want die buurman was een senior pastoor, en ons staan in geselskap, en skielik staan daar iets op in hom, en hy sê, hier trek hy die lijn. Ek sê, dis goed, en jy mag die lijn trek, en jy het die keuze om dit te doen, ek respect jou nog altijd. Want wie is jy, en jy het een ander kleur, en een ander taal, en een ander land, jy is nie eens een Filipino. Ek sê, correctie, ek is nou ook een citizen status, want hy het my visa verander. Nee? En nu, jy gaan het nooit wees nie, want jy denkt nie soos ek. Maar terwyl hy dit so sê, in Engels, het doch ek greep, het is nodeloos, die man het die lijn getrek, ek skud om sy hand. Ek sê, maar ek gaan in vrede. Het het my een heel dag gevat om door die vibratie te kom, maar nog altijd. Want ek is toe terug in my plekje waar ek een kamer het gehad, en geliefde mense wat so goed voor my gezorg het. En so waar, ek sit nog een beetje beverig. Daar kom hy aan, en hy sê, jy pis my of. Ek sê, oepsie. Dat is nou heel te malle aan de geest. En ek karring nog so'n beetje aan. En toe sê ek, pastoor, gaan in vrede. En jy mag glo wat jy glo. Net die Heilige Geest wat jou kan oortuig. Nie ek. Maar ja, ek sê, ja. Ons het gezels en ek het gehoog ons kan praat, zodat ons al twee daar is. Want ek kan uitruil. Jou gedachten en mijn gedachten, zodat ons by die, daar is een song wat sê, the law and love, en dat die wettigheid en die liefde mekaar kan soen by die kruis. Ja, ek denk, gedachte is dat ons rechter net in nederigheid, dat ons besoeningsbediening het, ja. Zodat ons saam kan uitruil en debatteer, ja, maar dat ons groot genoeg is om te kan denken, dit is een beetje taf, en dat moet ik nog aan, het is een beetje groot, kan je elke dag, want er schat een dikje, een happie voor een happie van een olifant, als dit een
vrouwtjes. En ik voel dat het komt bij die punt dat jij daarmee kan worstelen. En dat jij naar die Here toe kan gaan. En die Here die mij elke dag mijn dagelijkse brood om deur te houden. En grote dag. Dank je. Kom ons maak die oor toe tijd af. Vader, baie dankie. Mag regtig hierdie les studies gebruik en deel maak van ons lewens, Here. Mag ons nie ander mense weghou uit die hemel omdat ons op dinge vast staan wat verkeerd is nie. Ons bid regtig, Here, dat die Heilige Gees ons lei. Maak ons gedagtes en ons harte oop. Dat ons daardie plig wat op ons is, Vader, omdat ons vir U lief is, sal uitvoer en mense vertel van U en die groot genade. Ons vraag in Jesus naam. Amen.